trouwens, welkom bij Challenge Accepted, waar wij altijd challenges met elkaar aangaan. En deze week is het heel bijzonder, want vrijdag verscheen The Evil Within. En je ziet het, we hebben het hier op Genius Hue helemaal donker gemaakt. We hebben hartslagmeters en de challenge is, wie kan de game spelen met de minste hartslagverhoging? Kortom, wie zijn de mensen die meedoen en hoe spannend wordt het? Je ziet het nu. What the hell? That's one of the search team. Baker. Hebben jullie ook geluid trouwens? Ja. Oh, okay. Someone tried to block the way out. Or in. Hoor je dat geluid ook? Alsof hij iets hangt of zo. Maar hij is zelf op gang of zo. Damn it! What's going on here? Motherfucker.
What was that? Shit. Who the hell was that? I gotta find a way out of here. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe hard ik zal schrikken en of ik zal schrikken. Aangezien ik dagelijks video's maak hierover. Het zag er interessant uit. Ja, dat ik gewoon gelijk achteraan, hè? Ik ben echt zo'n... Ik ben echt zo'n persoon die erachter gelijk achterna zou gaan. Zodra ik iets hoor, moet ik weten wat het is. Hallo? Shit. Oh, hier lag iets. Oké. Gewoon een normale vraag, hè? Kennen jullie mensen die wel zo'n oog aan de muur hangen? Ik niet namelijk. Ook dicht. Ja, ik vind het heel leuk dat je er een gameplay video van maakt, maar je maakt het minder spannend door heel veel te praten. Normaal niet. Je maakt het gewoon minder erg voor jezelf. Zeker niet. Kijk, dit ziet er interessant uit. Ah, come on. Oké. Wat zweeft daar? Oh. Goedemiddag. Ai, ai, ai. Oh. Terugkomen. Jezus. Ziet er wel heel tof uit. Beetje overkill. Eerlijk is eerlijk. Beetje overkill, inderdaad. Klein beetje. Ah, come on. Dit is niet nice. Ah, shit. Eén ervan gaat sowieso bewegen. Je hebt een flashlight, hè? Heb ik een flashlight? Nee. Maar kijk... Op een paal ook echt? Holy shit. Dit is zo naar. Oké. Die deur zat er eerst nog niet. Ah, die muziek. Ja hoor. Ik zou nu wegrennen als ik hem was. Klaar. Gewoon stoppen. Nice. Ah. Oké. Laters. Zij zag er wel echt heel tof uit.
Ben jij gek? Oeh. Werkt zijn deur echt? Wat is dit? Een open luik. Klimmen gek. Ik vraag me alleen nog af waarom hij hier is. Oh shit. Kunnen we toch? Oké. Kruip sneller, gek. Even een klein dingetje, Jaylee's hartslag is nu al 124. Oh fuck! Oké. Rennen! Hoe ren ik? Oh nee. Dikke joystick erin drukken. Go, 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 go! Je kan ook echt naar die duo toe, hè? Kan dat niet. En steek je pink uit. Oh, hallo. Duipen. Wat de fuck gebeurt er? Oh. Hoppa. Man. Rennen. Alright. What the fuck is going on here? Dat is inderdaad een hele goede vraag. Kijk, ik heb in ieder geval een mes. Hij is nu ontspannen. Hij is nu ontspannen. Ik heb een mesje. Papa. Don't fuck with me. And now where am I? Ziet er bij Jettis in mijn appartement. Medical Strange. Nou, hier komt de survival horror. Oh, een dikke pieper. Where were you when I needed you? Kijk, daar houden we van. Maybe this is the right place. Lily, I hope you're here. Oh, pardon. Hello? Hey! She had to have heard me. Better check it out. Ja, tuurlijk. En gewoon witte mensenlogica. Dingen die je niet zegt, inderdaad. Oh. Dat is nog eens een verkut huisje ook. Hallo? Skin and bones. Gotta eat. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. Arm kind. I said eat! Hello. There. En hij gaat ook gewoon niet weg. Hij denkt van, ah, dat is gewoon perfect normaal. Toch een gun? Alsnog. Kijk, dan gebeuren dit soort dingen. Een flesje. Schiet. What the? Schiet. Schiet! Veel te laat op de schiet. Eén lukt voor de tijd. Eerlijk. Die extra kogels erin en dan is het klaar.
het kind ook dood. Oh. Ik kan niet van tenten kapoor, ga weg. Oh god. Oh shit. Kijk. Oh! Oké, even checken of het kind nog leeft. Hoppa, kijk. Zo, hop. Oh ja, jezus, je hebt een headset op. Dat maakt alles echt zoveel kutter. Ik weet niet of mensen het wel eens is opgevallen, maar zodra horrorspellen gespeeld worden, dan ben ik altijd ziek of ik ben er niet. Of... En ik doe altijd alsof het me niks interesseert, maar ik vind het dus echt doodeng. Ik ga een hele game zo spelen. Heb ik geen kogels? What the fuck? Haha, lacht de spanning maar weg. Of niet? Jongens, wat moet ik doen? Pak je auto. Mobius members. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Need to get in there and squeeze that guy for info. Het zit altijd binnen achter je. Alright. Hopefully that'll hold. Kan ik de communicator pakken, denk ik? Waar moet ik heen dan? Is er een andere buiten? Nee, is goed. Thank you.
keeps breaking apart like this, there won't be any union to search. I gotta try to find that signal. Excuses, excuses, excuses. Ik had het minst enge stukje. Ik geef het direct toe. Ik had dus ook geen hartslagverhoging. Sorry daarvoor. Maar we hebben wel heel veel spektakel gezien. Marcel, die eindigt op een derde plek. We doen de meeste verhoging is de winnaar, hè? Marcel staat op de derde plek met een hartslagverhoging van ongeveer 10. Op de tweede plek is Niels. Hij had een hartslagverhoging van ongeveer 40. Nou, dat is ook best wel heftig. Maar onze absolute winnaar is Tjele. Hij staat achter de camera, hij trilt hij een beetje. Is Tjele met een hartslagverhoging van 47. Bijna 50. We zaten eraan te denken om 112 te bellen. Maar we hebben het toch niet gedaan. Want alles voor de video. Kortom, heb je zelf een superleuke challenge voor ons met een nieuwe game of met een oude game? Laat het vooral weten hier in de reactie. Misschien denk je, die jongens moeten iets geks doen in GTA of met een fucking rare indie game. Laat het me weten hieronder in de reacties. En wellicht zie je dat binnenkort in een nieuwe Challenge Accepted.